We zijn hier vandaag bij elkaar op deze eerste Prinsjesdag van openbare basisschool De Weijer. Wij zijn sinds vandaag een vreedzame basisschool. Dit betekent dat we de klas en de school als een leefgemeenschap beschouwen, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De grondwet van De Weijer. We helpen elkaar zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren. We accepteren dat iedereen anders is, niemand is meer of minder waard. We lossen conflicten vreedzaam op. We doen aardig, luisteren naar elkaar en proberen de ander te begrijpen. We gaan zorgzaam met elkaar en onze spullen om. We hopen dat iedereen zich aan deze grondwet zal houden en daar zullen we ook streng op toezien. De grondwet van De Weijer, zowel hier als op de Vissendijk, een hele mooie plek hier in het gebouw krijgt. Het wordt nog mooi versierd door jullie. Maar nu we dit voor elkaar hebben en de grondwet ook officieel is gepresenteerd, vinden wij dat daar ook een feest bij hoort. Daarom wil ik graag een aantal jongens en meisjes van groep 8 uitnodigen. Welkom! Waar is het feest dan? Hier, hier, kom! Waar is het feest dan? Hier, hier, kom! Waar is het feest dan? Hier, hier! Wij zijn hier vandaag omdat we sinds vandaag officieel vreedzame basisschool zijn. Dat hebben we geopend met een soort van Prinsjesdag, vandaar de hoed. Waarbij de kinderen, en dan in het bijzonder een Willem-Alexander en een Maxima, de koning en de koningin, de grondwet hebben voorgelezen aan de kinderen. En dat is dan de aftrap, waarbij we vanaf nu vreedzame basisschool zijn. En de komende anderhalf jaar nog ook daarnaast als leerkracht en directeur en leerlingen worden getraind in hoe doe je dat nou. En daarnaast krijgen alle groepen van de groep 1, dus echt de jongste kleuters, tot en met groep 8, twee keer in de week lessen. En dat zijn dan vreedzame schoollessen, waarin zij leren wie ben ik en waar mag ik trots op zijn. Wie ben jij en waar mag jij trots op zijn? Hoe gaan we nou goed vreedzaam met elkaar om? Maar ook, wat doen we met de omgeving? En want die mogen we niet vergeten. Wat doen we bijvoorbeeld met de oudere mensen in Almelo? Wat doen we met het gebouw? Wat doen we met de wijk waar we staan als school? Dus we maken onze eigen leefgemeenschap. Willeke Vedelaar, jij bent de gast vanavond op de 10e Herman Höftenlezing. Hoe bevalt dat? Nou, allereerst vond ik het echt heel eervol om deze 10e editie de lezing te mogen verzorgen. En ik heb me vanavond ook echt laten inspireren door Herman Höften. Een prachtig mens die het nooit over zichzelf liet gaan, maar altijd over andere mensen en onrecht bestreed. En voor mij is dat echt de inspiratiebron als nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Volgens mij zit er één VVD'er in de zaal, klopt dat? Die gaan we er straks symbolisch omarmen, maar vooral om te laten zien dat we dat niet meer willen. Ja. Nou, je komt straks persoonlijk doen. Dat lijkt me een goed idee. Ik denk dat straks geen VVD meer te bekennen. En de opschuiven naar het radicale midden. En nou, vanavond, we gingen samen eten. En jij zei, mijn vader die vond wel dat het wat radicaler links mocht. Nou, straks meer daarover. Maar al dat negatieve heb ik eruit gegooid. Er zijn zoveel boeken geschreven. Er zijn zoveel analyses gemaakt. We maken het zelf. We hebben een jaar lang van rouwverwerking achter de rug. En er wordt tijd ook weer om vooruit te kijken. En dat is waarom ik voorzitter wilde worden. Omdat ik met die positieve energie en met die inzet me voor onze prachtige mooie partij, voor de sociaaldemocratie en voor al die mensen wil. En daarom heet mijn toespraak vanavond Positief Voorwaarts. Stel jezelf de simpele vraag. Werk ik mee aan een betere positie van al die mensen die ik heb gesproken? En wat ons lokaal inspireert, mag de leidraad worden voor wat we landelijk en in Europa doen. Al die verhalen van al die mensen. Voor en naast mensen gaan staan. Zien hoe het werkt. Benoemen wat we nodig hebben. En al die emoties recht in de ogen aankijken. Om zo gezamenlijk die mooie vuist van ons te maken.
En lieve mensen, als we ons steeds opnieuw laten inspireren door Herman, dan staan we naast mensen voor wie we opkomen. Dan zijn we volhardend en vechten we tegen onrecht en ongelijkheid op de hoek van de straat. Met geloof in mensen en in een betere toekomst. Positief voorwaarts en nooit vergeten. Dank jullie wel. Nou, ik kan zeggen dat ik een behoorlijke vuurdoop heb gehad. Ik heb allereerst heel veel afdelingen bezocht ook. Dus overal in het land kom ik. Ga ik met de trein of ik scheur met mijn kleine rode autootje ergens naartoe waar geen trein stopt. Ik heb ook gemerkt wat het is om een crisis in de Partij van de Arbeid te hebben. En hoe dan in dit geval soms wekenlang ook de partij vechtend met elkaar in de krant verschijnt. Dat was misschien wel de reden waarom ik voorzitter wilde worden. Omdat ik dat niet meer wilde. En ik was er helemaal onderdeel van. Maar goed, 115 dagen. Ik hoop er echt nog heel veel dagen vast te plakken. En daar met elkaar echt een andere cultuur van te maken ook. Waarin we niet alleen liever voor elkaar zijn, maar ons echt richten op de dingen die heel erg noodzakelijk zijn. Dat is niet het geval. Dan wil ik u graag vragen wie van u voor dit voorstel is. En ik hoop ook dat ze het functioneren van de raad zo positief weten te beïnvloeden dat daarna ook allerlei jongeren actief willen worden in de gemeenteraad. Want dat is nog, jullie hoeven het niet zelf te doen, maar dat is van nog groter belang, denk ik. Want we moeten wel een weerspiegeling van de maatschappij zijn. En we hebben weinig jongeren in de raad. En wie van u is tegen dit voorstel? Dat betekent dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Hartstikke goed. Een afvaardiging van de jongerenraad die zo even door u in het leven is geroepen is aanwezig. Paul Teuny, Sophie Teuny, Sophie Bijl en Nienke Veurink, als ik het goed heb. Of jullie even naar voren willen komen. Want wij willen wel eventjes met elkaar stilstaan bij dit heugelijke moment dat er in Almelo nu een formele jongerenraad is. De raad heeft het besluit genomen. Ik denk dat jullie gehoord hebben hoeveel... Ja, de voorzitter moet voorop lopen. Ja. Dat jullie gehoord hebben hoeveel waardering er is voor het feit dat jongeren uit onze gemeente, uit onze stad en uit de dorpen die bij onze gemeente horen, zich willen inzetten voor participatie van jongeren. Ik zeg het vaak in de contacten die ik met jongeren in de stad heb, dat in deze zaal gesproken wordt over jullie toekomst. En dat het juist daarom zo van belang is dat jongeren actief zijn in zo'n jongerenraad en zich ook stevig tegen dat stadsbestuur aanbemoeien. En dan willen zij allemaal foto's van jullie maken. Het is rond juni vorig jaar is de jongerenraad echt begonnen en we zijn nu dus echt geïnstalleerd. Dus het heeft nu ongeveer iets meer dan een half jaar geduurd. Ja. En kijk je er naar uit? En wat verwacht je er eigenlijk van? Nou, ik kijk er zeker naar uit. En we verwachten dat wij veel kunnen doen en veel adviezen kunnen geven aan de gemeenteraad, zowel gevraagd als ongevraagd. En dat wij verder ook gewoon onze eigen projecten kunnen opzetten. Gevraagd of ongevraagd. Maar dat is dan een advies wat zwaarwegend is. Maar het zou ook maar zo kunnen dat het onder in de la verdwijnt. Ja, dat kan zeker. Maar wat wij hebben begrepen vanuit de gemeenteraad is dat zij zeker zullen meenemen wat wij in onze adviezen aangeven. Ik ben Eline en ik doe de opleiding verzorging IG. Verzorging? IG. Wat is dat? Dat is met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en kraamzorg. Een kraamzorg? Ja. En als je gediplomeerd bent, wat kun je dan? Kun je of in een verzorgingstehuis werken of verpleegkundige, niveau 4 doen of kraam. In de kraam? Ja. Manager ondernemer horeca. Manager ondernemer horeca. Zo, wat een mond vol. Ja, de MOH heb ik wel afgehoord. We hebben nu twee variantjes hier lopen. We hebben TTO lopen, dus tweetalig onderwijs. Dus dat is een driejarig. Dat hoor ik met z'n najaar, heel apart. Ja, dus we hebben een driejarige variant van de manager ondernemer horeca. En die opleiding is, wat ik begrepen heb, voor hun 80% in het Engels. Ik geef alleen maar les aan de manager ondernemer horeca, de vierjarige opleiding. En in het Nederlands, dat is in het Nederlands. En de andere studenten doen dat in het groot gedeelte in het Engels. Dan hebben we nog een tweejarige variant, de fast track.
dezelfde opleiding als manager ondernemer horeca. Alleen die hebben dan eigenlijk de samenwerking met Stenden. Kijk of die... Ja, kijk, hij hangt nu nog steeds. Hij wordt veel stroperiger nu. Ja, zie je het. Dus, als het goed is, kan hij er zo wel bij. Gaan we dit door elkaar heen monteren. Hier is een beetje erbij. Oké, daar staan we niet. Ja, die staat daar. Wat voor opleiding is dit? Opleiding niveau 3, instroom. En dit zijn de eerstejaars studenten, een bolopleiding. Dat betekent dat ze dus 2 dagen in de week stage lopen en bij ons 3 dagen in de week op school aanwezig zijn. En zij maken nu allerlei lekkere gerechten voor onze potentiële studenten voor volgend jaar. Ze gaan eerst dan hier een jaar of niveau 3 bol doen, of ze maken heel niveau 3 af als eindexamenopdracht. En stromen dan door naar niveau 4 Kastspijkers Academie. De Kastspijkers Academie, een academie, een opleiding voor, een topopleiding voor studenten die met name in het hoger segment op een hoog niveau de horeca willen uitoefenen. Dus dat is voor koks en voor gastheren, gastvrouwen. De koksopleiding draait al een aantal jaren. Er zijn 3 vestigingen in Nederland, waar dus 1 in Almelo. Dus Almelo heeft een eigen Kastspijkersacademie. Daarbij worden studenten opgeleid in de keuken tot topkok in spe. Dat betekent dat ze 4 dagen werken in prachtige bedrijven in de regio, maar ook in het land. Dus sommige studenten zitten ook wat verder weg, Amsterdam. Maasbracht, nou, er zijn heel veel plekken in Nederland waar prachtige zaken zijn. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze als topkok ooit hun eigen zaak gaan beginnen of in een prachtige zaak als chef aan het werk gaan. Sinds een aantal jaar, een jaar of 3, hebben we de gastronoom sommelieropleiding. We wilden namelijk ook het vak bediening graag positioneren. Daar was ook vraag naar vanuit de markt. Dat zijn prachtige gastenopleidingen, die hebben we hier op school ook, op niveau 1, 2 en 3. Waarbij we nu ook een niveau 4 opleiding aanbieden, waarbij specialisme is wijn, wijnspijs, wijn, dranken. En dat is het onderdeel waar we ons op richten binnen de gastronoom sommelieropleiding. Jannie Vleerbos is de nieuwe voorzitter van Stichting Almelo Promotie. Ze volgt daarmee Jan van Schild op, die zich kandidaat heeft gesteld voor het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie is Jannie eigenlijk? Ik woon hier al heel veel jaren met veel plezier, samen met mijn man. En ik ben getrouwd dus en heb een dochter van 25 jaar. Daarnaast werk ik als communicatieadviseur bij ZGT. Nu sinds 2,5 jaar. Als Stichting Almelo Promotie hebben we een aantal taken die we uitvoeren in de stad. We verzorgen natuurlijk de stadspromotie en we informeren bewoners en bezoekers over wat er allemaal in onze stad te doen is. En daarnaast ontzorgen we evenementenorganisaties. En dat doen we op een aantal terreinen op het gebied van logistiek, maar ook in het ondersteunen van de PR. En wat ook belangrijk is, vanuit ons budget dat wij beschikbaar hebben voor onze evenementen, kunnen wij een financiële bijdrage geven aan die evenementen. Is dit een betaalde baan of vrijwillig? Dit is een vrijwillige baan. En ja, ik vind ook eigenlijk dat zo hoort als bestuurslid. Ik ben al heel lang betrokken bij tal van organisaties in Almelo en daarbuiten. En ja, ik vind gewoon vrijwilligerswerk hoort bij mij. Ik heb een betaalde baan en daarnaast ben ik gewoon... betrokken bij heel veel dingen. Ik heb net mijn bestuurslidmaatschap van het Historisch Festival op moeten zeggen. Omdat ik nu voorzitter ben geworden van Stichting Almelo Promotie. Maar ook daarin heb ik eigenlijk vanaf het begin alle publiciteit in PR. En als bestuurslid denk je mee over het programma. En ja, als je zo'n evenement moet organiseren, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En daarnaast doe ik de publiciteit voor de profronde in Almelo. Ik doe de publiciteit van Stichting Kans voor een Kind. Ik ben lid van de serviceclub, dus ja, ik heb genoeg te doen. Ik voel me heel erg betrokken bij de stad en bij mensen. En dat is ook wel een beetje voor mij de drive om te kijken van, nou ja, hoe kun je daar dan zelf wat aan doen? Kijk, er zijn altijd heel veel mensen die zijn vaak negatief, maar die staan ook aan de zijkant. En dan denk ik van, nou, kom op. Toon je betrokkenheid, doe mee. En, want de mensen maken samen de stad. En het kan niet zo zijn dat, als ik zie hoeveel vrijwilligers er hier in deze stad actief zijn, ook als ik zie
Kijk naar de evenementen hier. We hebben meer dan 150 evenementen per jaar hier in deze stad. Dan denk ik, ja, die saamhorigheid vind ik gewoon heel belangrijk. En daar draag ik graag aan bij. Meer dan 300 kinderen namen deel aan de Giga Kangoeroedag, die georganiseerd werd door CKV Achilles in de ISPA. De korfbalvereniging wil op deze manier kinderen uit groep 1 en 2 van de basisscholen kennis laten maken met korfbal. De Mare, de Compaan, de Stapvoorde en de Bonkelaar deden mee. De Giga Kangoeroedag is een groot evenement, georganiseerd door CKV Achilles Almelo, dat is een korfbalvereniging, met hulp van het sportbedrijf Almelo, om op deze manier meer leden te werven van kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Voor CKV Achilles de eerste keer, als ik het goed begrijp. Natuurlijk blijft het niet alleen bij dit evenement, er wordt nog vervolg aangegeven. Er komt een kangoeroeclub. Die gaat ontstaan waarschijnlijk door CKV Achilles. Gaan kinderen zich aanmelden van 3 tot en met 6 jaar, hopen wij. En dan hoopt CKV Achilles dat het een geslaagd evenement wordt. Het zijn alle scholen, basisscholen in Almelo, brede buurtscholen in Almelo. Die doen mee aan dit grote evenement. Zeker weten, ze zijn echt erg enthousiast. Vooral met de dansnet, met de Giga Kangoeroedans, vinden ze helemaal geweldig. En bewegen is erg belangrijk voor kinderen. En het is mooi dat het nu kan in de vorm van een korfbal-evenement. Zeker, ja. Het voorkomen van criminaliteit staat hoog op het lijstje van prioriteiten van de gemeente, van de politie. En van alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid in de stad. En dat is niet alleen een kwestie van iets wat we op papier zetten. Dat willen we ook handen en voeten geven. We willen proberen om u als inwoners of als inwonersorganisatie ook de middelen te geven, de handvatten te geven, de inspiratie te geven, de ideeën mee te geven om uw eigen ding te doen. En we willen u ook vertellen wat we vanuit gemeente en politie daaraan doen. Omdat buurt- en wijkveiligheid in onze stad belangrijk zijn. Almelo is een stad waar veiligheid goed gesteld is met de veiligheid, maar waarbij je nooit gast terug mag nemen als het gaat om het voorkomen van andere en nieuwere vormen van criminaliteit. En uw bijdrage daarbij is heel erg belangrijk. Ik ben nog nooit mensen in huis aangetroffen. Ik ben nog nooit op heterdaad betrokken door de politie. Het is altijd voor één inbraak dat ik na 3 of 4 maanden voor één inbraak word opgepakt. Gevangenis in, gevangenis uit. Ik zal u zeggen, wat ik in de gevangenis leer, is nieuwe technieken hoe ik aan geld kom. Ik pak het, ik zet het tegen de muur. Ik wil gezien worden. Ik klim naar boven. Ik verwacht dat iemand naar buiten gaat om te zeggen, meneer, wat doet hij daar? Ik kom dichter bij de traan. En dat is de wijk. En dat niemand naar buiten gaat om te zeggen, meneer, wat doet hij daar? Als jij denkt van, dit klopt niet, er staan 2 mensen die ik niet ken, die staan in de achtertuin van mijn buurman, bel 112. Nou, dat doet deze persoon ook. Vervolgens geeft hij door in de WhatsApp. En de rest van de mensen, die houden hem ook in de gaten. Die zien van, nou, hij loopt daarheen. Goed, één heeft de politie aan de lijn, die kan doorgeven van, hey, daar en daar is hij toegelopen. En de personen worden gecontroleerd. Nou ja, en in dit geval was het raak. Ik moet wel bijvermelden, het is een burgerinitiatief. Dus het is niet dat wij vanuit de politie daar de kartrekker in zijn. Het is iets wat je zelf moet opstarten. Nou weet ik, in de Wimmelbroek zijn meerdere groepen actief. En daar zijn ook mensen die daar heel verstand van hebben. Dus maak daar ook vooral gebruik van. Probeer eens te informeren. Zijn er in mijn buurt al misschien WhatsApp-groepen actief? En probeer je daarbij aan te melden. En naar aanleiding van die buurtsoordeel wordt gewoon doorgegeven door de beheerders van hij rijdt nu in deze wijk, hij rijdt nu in deze wijk, hij zit in deze wijk. En zo komen wij bij die verdachten. Wij hebben daar successen mee gehaald. Dus met andere woorden van die buurtsoordeel. Heel belangrijk en geef heel duidelijk door signalementen. Dan is er ook in die buurtonderzoek, vinden wij het heel belangrijk, is ook al genoemd, de camera's. De camera's. Je hebt heel verschillende camera's die inderdaad op de openbare weg of gedeeltelijk op de openbare weg, maar ook camera's in huis. Ik kan u zeggen, ook weer een succesfactor,
Vorige week of twee weken geleden is er een woninginbraak geweest en die mensen hadden een camera in huis. De woninginbreker stond er heel duidelijk op. En die heeft de man gedaan, die heeft ze allemaal op internet gezet. En vanuit de veiligheid in de landen kregen wij een berichtje van, ik ken die vent, die heeft ingebroken. En wij gaan ermee aan het werk, we krijgen 4 herkenningen van de politie uit de landen van, dat is die inbreker en hij zit inmiddels vast. Studio 15 On Tour doet het Stadsmuseum aan op woensdag, vrijdag en volgende week donderdag. Hier krijgen jonge mensen een kans. Vertel er eens wat over. Wij zijn bezig geweest met een proeftuintje met de culturele partners in Almelo. Dit is ons eerste proeftuintje en dat heet Studio 15 On Tour. En zeg, wie zijn die culturele partners dan? Dat is het Theaterhotel, Hof 88, Kaliber en de bibliotheek en dan het Stadsmuseum. Studio 15, On Tour, het vroegere Angst. Wat komen deze mensen doen? Deze mensen komen optreden bij ons. Niet alleen optreden, ze hebben zoals u achter me kunt zien ook het een en ander ingeleverd, ingebracht van wat zij zelf zijn. Ze zijn aanstaande woensdag, de 31 januari om 7 uur. Vrijdag 2 februari om 7 uur en donderdag 8 februari ook op 7 uur. En dat is de hele Studio 15 On Tour? Dat is voor ons de Studio 15 On Tour. Het hele project duurt dus eigenlijk 2 weken. Sophie Timmerijen, Leslie Overink, Annika van Driel, Marie-Elle Holsink en Elisabeth Kleinmeijer mochten de vitrines in het Stadsmuseum inrichten met eigen spullen. Het korte gedicht zonder titel van Tjitske Jansen is op de hoek van de Grote Straat Zuid en de Hofkampstraat aangebracht. Een gedichtje als knipoog. De stad is nog stil. Tegen elkaar en een muur slapen 2 fietsen.